Beginnen we overnieuw? Opnieuw. In the morning, in the morning, I found gold in your voice. Ik ben eigenlijk engineer, ongeveer, achter mijn laptop. Dus ik ben er de hele tijd bij geweest. Het gaat wel lekker, het gaat niet heel snel, maar het gaat wel heel goed. Wat we hier hebben is een afvinklijst, zeg maar. En zo kunnen we een beetje overzicht houden. Dat is ook gewoon handig om te hebben in de studio. We hebben vooral bas en drum opgenomen, dus daar zijn we al bijna mee klaar. We zitten er al bijna op. Ik heb al 10 nummers opgenomen. 10 van de 12. Dus ik moet er nog 2. Dus het geeft wel een fijn gevoel om al bijna klaar te zijn. De basopnames gaan goed. Ik heb nu 9 nummers opgenomen. Het gaat steeds vlotter, steeds makkelijker, beter. We hebben ook nog met z'n allen wat percussie opgenomen van een paar nummers. We zitten hier in de oefenruimte. Dat is de kelder van bassist Pim. Die hebben we helemaal ingericht. Spullen van ons, spullen die we konden lenen. En spullen die we hebben gehuurd. Mooie gitaren, mooie drumstellen. En goede microfoons. Dus eigenlijk een studio, maar dan met alle vrijheid om te doen wat je wil, wanneer je maar wil. Ik speel nu over een Ludwig uit de jaren 60. De Beatles heeft er ook op gespeeld. Het is echt een heel fijn kitje. Dankzij V.I. uit Eindhoven. Hij klinkt super. Ik speel het meest speel ik op de Fender Precision Bass. Ik vind die sound vet. Het is volle sound. Het blendt gewoon heel goed in onze muziek. Nou, de opnames gingen moeilijker dan ik had verwacht eigenlijk. Omdat we nou alle tijd hebben, nemen we ook al de tijd en we letten echt op alle kleine dingen. Aan de ene kant is het, voelt het best wel raar, wat er nu op staat, dat blijft er voor altijd. Ik kan niet meer terug. Maar aan de andere kant, ik heb er een beetje op voorbereid en we zijn er heel lang mee bezig geweest. We hebben alles staat er heel goed op, dus ik ben er wel tevreden over. Nu we zelf opnemen in deze studio, hebben we wel meer het gemak qua tijd. We hebben de nummers geschreven voor de opnames. En nu tijdens de opnames hebben we nog tijd om nog kleine dingen toe te voegen. We nemen nou dus zelf op. Ik denk dat het veel beter is dan in de studio, waar we gewoon niet de tijd en de vrijheid hebben. Je kan veel kritischer zijn. Je kan veel meer dingen zijn gang laten gaan. En dingen proberen. Ja, soms dan zit je met z'n vieren allemaal in de hok. Kan het frustrerend zijn. Maar het is altijd gewoon, we komen er altijd uit. Ik denk dat dit de beste manier is. Ik ga nog 3 nummers opnemen. Heb je zin in? Nee. Ja, de laatste 3 zijn natuurlijk het moeilijkst. We zitten 120%. Dat geeft echt een goed gevoel dat er zoveel mensen zijn die ons gewoon steunen. Heb jij nog niet gedoneerd? Ook al zijn we heel druk bezig met opnemen, de crowdfunding campagne gaat gewoon door. We bedanken wel iedereen die mee heeft geholpen om het al op 120% te krijgen. Wij gaan nog door, minstens tot de 200%. En zo lang blijven we gewoon op deze bank zitten. De beloften staan nog steeds. Als we 200% hebben opgehaald, komt de plaat uit op vinyl. En we hebben gewoon een betere plaat. Dus doe nog 4 weken je best. Wij zouden het gewoon nog super vinden om die 80% erbij te krijgen. Doneer als je nog wilt doneren. Deel met iedereen. Deel. Deel. Share the love. Wij gaan door met opnemen.